Welkom bij een nieuw filmpje over modelleren. In het vorige filmpje heb je dit model gebouwd, het zogeheten grafisch model. En daar heb je een grafiekje bij geproduceerd, dat was van de variabele hoogte, die beïnvloed werd door de snelheid. Je hebt een toestandsvariabele getekend, een stroompeil, en je hebt gekeken, oké, wat is die stroompeil? Nou, dat is de snelheid. Wat je nou onder de motorkap hebt gemaakt, is in feite een computerprogramma. En als je dat wil bekijken, dat kan, dan ga je naar rechtsboven in het grafische model. Daar staat ABC. En dat is het pictogrammetje voor de tekstmodus. Als je dat aanklikt, dan krijg je de tekstmodus te zien. Het grafische model verdwijnt dan. Je kunt ze niet tegelijkertijd zien. Als je dan weer terug wil, dan kies je in het tekstmodel het pictogrammetje grafisch model. En dan kun je heen en weer tussen de twee. We hebben twee vensters in het tekstmodel. Aan de linkerkant zien we de modelregels. Aan de rechterkant zien we de startwaarde van onze modelvariabelen. We gaan eens eventjes stuk voor stuk uitpluizen wat dit model nou precies doet. Allereerst pakken we de startwaarde. In dit geval is dat 20 meter hoogte. En dan gaan we iets met die hoogte doen. Dat staat in het model. En dan gaan we de verandering van de hoogte berekenen. Dat gebeurt eigenlijk hier. Dat staat een beetje cryptisch omschreven als stroom 1 keer delta t. Als je dan kijkt wat stroom is, ja, stroom 1 is de snelheid. Dus in feite heb je met jouw tekening gezegd, verander de hoogte door de snelheid. Dan tekent hij deze regels. Wat hier dus cryptisch staat omschreven met stroom 1 keer delta t, dat is delta h, de verandering van de hoogte. Dat is wat er in deze regel gebeurt. We gaan de hoogteverandering uitrekenen. Dus in feite staat daar, de verandering van de hoogte is de snelheid keer de tijdstap. Nou, de snelheid is min 3 meter per seconde, de tijdstap is een tiende van een seconde. En zie dat dat hier genoteerd wordt als een sterretje. Dus een vermenigvuldigingsteken is het sterretje in de modus van het tekstmodel. Wat is dan de verandering van de hoogte? Nou, dat is min 0,3 meter. Volgende stap in het model. We gaan de nieuwe waarde van de hoogte berekenen. Dat gebeurt eigenlijk in de volledige tekstregel hier. Wat daar staat, of wat daar misschien had moeten staan, is dat de nieuwe hoogte gelijk wordt aan de starthoogte plus de verandering van de hoogte. Nou, wat was de starthoogte? Die was 20 meter. Daar tellen we wat bij op. Daar gaat min 0,3 meter vanaf. En we houden een nieuwe hoogte over. Dat is 19,7 meter. Wel even goed opletten. Er staat geen is-teken. Er staat een dubbele punt is. Waarom dat zo is, dat wordt duidelijk als we naar de echte regel kijken. Er staat namelijk hoogte is hoogte plus delta hoogte. Als daar een is-teken had gestaan, dan kon je die hoogte weghalen door hem naar de andere kant te brengen. Van beide kanten van het is-teken de hoogte weg te halen. En dan zou delta hoogte 0 zijn. Dat kan niet. Dus het is geen is-teken, maar het is een zogeheten toekenning. Dat betekent dat je de starthoogte overschrijft met de nieuwe waarde van de hoogte. Oftewel de starthoogte en iets dat eraf is gegaan. We overschrijven 20 meter met 19,7 meter. Je moet dus een beetje door deze regel heen lezen. Er staat dus, nieuwe hoogte wordt vervangen door de oude hoogte plus de verandering. En dan moet je even door stroom 1 heen kijken. Nou, wat gaan we nu doen? We hebben die 19,7 meter en die wordt dus de nieuwe startwaarde. Vervolgens hogen we de tijd op. En zeggen we, oké, het is nu niet meer 0 seconden, maar het is nu 0,1 seconde. En dat doen we in deze tekstregel. Daar staat, de tijd wordt de startwaarde van de tijd, oftewel 0, plus de stapgrootte, 0,1 seconde, is de nieuwe tijd en die voeren we in onze grafiek. En zo gaat het model maar door en maar door en maar door, totdat jij het laat stoppen. Dus wat doet een model? Het kijkt naar een bepaalde variabele, in dit geval de hoogte. Je moet in het model stoppen hoe die hoogte verandert, in dit geval via de snelheid. Dan breek je de verandering met die snelheid. Dat betekent dat je de startwaarde overschrijft met een nieuwe waarde. Vervolgens hoog je de tijd op en dan gaat het hele verhaal nog een keer weer opnieuw. Breek je de verandering, overschrijf de startwaarde, tijd ophogen. En zo gaat het net zo lang door tot jij wil dat het model stopt. Wat je nu gaat doen is de uitbreiding van het grafische model die je net hebt gemaakt met de versnelling. Die ga je uitbreiden naar het tekstmodel. Dus je pakt het grafische model hiervan en die ga je nu niet in grafische vorm uitbreiden, maar in tekstmodel. Heel veel succes!